Mijn lievelingstelevisieprogramma was... Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Een groep kinderen die verdwaald was en die waren op zoek naar de terugweg. Om terug te komen in Hamelen. En onderweg beleefden ze allemaal spannende avonturen. En dat was geweldig. Totdat ze op een gegeven moment de weg vroegen aan een toevallige passant... die televisieserie helemaal niet kende. Dus die zei, ja, Hamelen, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dan ga je daar bij die benzinepomp, ga je linksaf. En dan loop je er eigenlijk zo tegenaan. Yo, bedankt. Ja, dan zit je daar opeens in die nieuwbouwwijk in Hamelen-Zuid. En dan? Wat moet je doen als je op de plek bent waar je altijd al had willen zijn? Dat is moeilijk. Dat geldt voor ons ook. Hoe wij nou leven, daar heeft de hele mensheid duizenden jaren naar gestreefd. Daar zijn oorlogen voor gevoerd, revoluties. Om zo vrij te zijn, om zo rijk te zijn. Wij zijn het nou. Yeah. Ja, nou? Wat doe je dan met die vrijheid? Als ik door het centrum van Eindhoven loop, dan kom ik altijd langs automatiek de bus. En op het afdakje van automatiek de bus, daar zit altijd zo'n hele zwik duiven. Van die vette, vatsige, volgevreten duiven. En als iemand een stukje frikandel weggooit, dan laten ze zich massaal naar beneden vallen. En dan pikken ze luid die frikandel op. Daarna hijsen ze zich kotsmisselijk via die regenpijp weer naar boven. Om op precies datzelfde plekje uit te gaan zitten buiken. Dat zijn duiven. Die hebben vleugels. Die kunnen vliegen. In 5 minuten zijn die in een park. In 10 minuten zitten die in een uitgestrekt bos. Maar die zitten 24 uur per dag. 7 dagen in de week op het afdakje van automatiek de bus in Eindhoven. Als ik vroeger naar Baba Papa keek, dan dacht ik altijd, als Baba Papa nou echt kan worden wat hij wil, waarom speelt hij dan in zo'n slechte tekenfilmserie? Maar dat is wat de meeste mensen willen. De meeste mensen, die willen dat. De meeste mensen, die willen dubbelvla. En daar gaat het om wat de meeste mensen willen. De meeste mensen bepalen hoe het verder gaat met de wereld. Terwijl ik denk, als er 1 groep is die niet zou mogen bepalen hoe het verder gaat met de wereld, dan zijn het wel de meeste mensen. Maar ja, daar denken de meeste mensen heel anders over. Ah, mooi man. Welvaart, vooruitgang. Te gek. En nou, hoe moet het nou verder? Maar ik heb het idee dat niemand weet hoe het nou verder moet. Ja, Frank Boeien, die schijnt het dan te weten. Maar ja, niemand die hem verstaat. Zou het niet gewoon veel beter zijn als we gewoon zouden kappen? Dat we gewoon stoppen. En niet dat iedereen nou dood moet, maar er gewoon vanaf nu niks meer bij. Alle mannen naar de dokter, piepklein ingreepje en klaar is Kees. En dan blijven we gewoon een beetje aanmodderen tot het jaar 2080, 2090. En dan hoeft helemaal geen vervelende tijd te worden. Integendeel, alles mag op. Ja. Ja, de laatste die doet het licht uit. En over een paar miljoen jaar dan moet een andere apensoort het nog maar eens proberen. Want ja, je hebt mensen die geloven dat God de wereld heeft geschapen. En er zijn mensen die geloven in de evolutietheorie. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat God die evolutietheorie bedacht heeft? Dat zou alles verklaren. Die man die heeft gewoon miljoenen jaren naar zo'n oceaan met plankton zitten staren. Ja, en op remt heeft hij gedacht, ja, dat wordt niks. En die is er gewoon tussenuit genaaid naar een ander universum. Dat wij de schimmelende pan macaroni zijn die God heeft weggezet. Ja, zo gaat dat toch met dingen die je niet interesseren. Ik ken dat van mezelf ook. Ik wilde per se marmotten. Ja, maar zul je er dan wel goed voor zorgen? Ja, ik zal er echt goed voor zorgen, echt. Ja, maar niet alleen de eerste week, echt, hè? Nee, echt, 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 echt. Na een paar maanden zat ik op school. En ineens denk ik, shit. Mijn marmotten. Had ik er al zeker 2 weken niet meer aan gedacht. Ben ik keihard naar huis gerend. Waren ze al dood. Had de een de ander nog proberen op te eten. Ja, zo zal het uiteindelijk met ons ook gaan. Alleen is het mij niet helemaal duidelijk of wij nou die marmotten zijn.
Of dat jongetje dat ervoor had moeten zorgen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?